Jullie leveren ons als Nederland veel meer Amerikaanse producten dan wij jullie. Ja. He, dus hoe mooi kun je het hebben als Amerikaanse president? Maar klopt het dat hij ook een figuurlijke poffer op zijn neus kan verwachten, Rutte, van Trump? Want Trump heeft toch een beetje de kleren in dat wij de NAVO-regels geschaad hebben. Wij betalen te weinig. Ja, kijk, economisch gebied, als het een bokswedstrijd is, hè, dat zal een klein beetje zo zien als je al die beelden ook ziet, dan staat Rutte met economie wel een beetje sterk. Maar de NAVO, onze veiligheid. Kijk, we hebben beloofd dat we 2% van ons bruto nationaal inkomen zouden besteden aan defensie. En dat hebben wij dus niet gedaan. In 2024 zouden we dat... Nee. Ik val hier even stil, Hans K. Junior dan. Hey Hans. Er is een leger aan Amerika-deskundigen. Weet je, Willem, ik vind het zo fijn. Ik mag nooit uitpraten als het over voetbal gaat. Dus maar nu wel. De bijdrage aan de NAVO willen wij weten. Ja. Nee, maar kijk. Nou, Hans, je bent er zelf als Amerika-deskundige. Welkom, jongen. Maar 16 van de 29 landen hebben 2% betaald. Wij zitten op 1,2%. Heb ze niet geleefd? Goed, man. Doe maar nog een procent. Heel goed, Hans. Maar er moet nog iets worden bijverteld. Want kijk, in 2024 zouden we die 2% moeten betalen. De laatste berekeningen, dat halen we niet. Maar dan kan Rutte natuurlijk zeggen tegen Trump, die misschien een beetje boos wordt, kan hij zeggen, nou, Mr. President, ik probeer dat echt, die 2%. Alleen bij ons, in ons hele kleine landje, wat heeft u het veel makkelijker? Want u bent natuurlijk de baas in Amerika. Ja, ik ben de baas. Dan kan Rutte natuurlijk zeggen, bij ons heb je zoiets raars als een coalitie. Dus ja, ik kan het niet allemaal af gaan dwingen. Ik doe mijn best. Ik ga echt mijn best doen. Kijk, zo moet je een beetje... Ja, dat is bespreken. Hij kan,